Prokkelen is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met en iemand zonder een beperking. Samen iets doen om elkaar zo beter te leren kennen, dat is waar het bij het prokkelen om gaat. En hoe dat gaat, dat horen we vandaag in deze aflevering van Samen in de Regio TV. Elk jaar organiseert de stichting Prokkel een hele Prokkelweek. Mensen met een beperking gaan dan een dagdeel in een winkel werken bijvoorbeeld, in een bedrijf of in een andere organisatie. En vandaag praten we met gasten in onze studio over de ervaringen. En die gasten dat zijn vandaag Lars van der Beek. Hij is naast wethouder in de gemeente Woensdrecht ook een sportief man. Want hij loopt marathons, houdt van wielrennen, uiteraard. En hij kijkt met veel voldoening terug op de Prokkeldagen. Luc Rommes is een ware pro op hospitalitygebied. Hij zette de deuren van het crematorium Zoom en Zegestede wagenwijd open voor de cliënten van SNL Zorg. En veiligheid op de weg is voor Ricky Bergmans bij dekopleidingen heel belangrijk. Hij is accountmanager en erg maatschappelijk betrokken. Klopt toch, hè? Nou, welkom. Leuk dat jullie hier allemaal zijn. Ja, Lars, jij bent wethouder van het sociaal domein in de gemeente Woensdrecht. Hoe ziet normaal jouw dag eruit? Nou, we hebben volle dagen. Ik begin meestal om 9 uur. Dan heb je een... vaak bestaat mijn dag uit een aantal interne afspraken. Waarin dossiers worden voorgesproken. Waarin je bepaalde verdiepingsslag krijgt op bepaalde onderwerpen. En uit een aantal externe afspraken. Hè, dan moet je denken aan bijvoorbeeld werkbezoeken die ik pleeg. Aan zorginstanties of aan jeugdinstellingen. Of kan heel breed. En 's avonds heb ik vaak bijeenkomsten en dat kan zijn vooral vaak raad of opinieraad of bepaalde themaraden. Maar ook vaak met bijvoorbeeld verenigingen. Ik heb een WMO-adviesraad, dus ik zeg altijd, ik heb geen saai leven. Nee, ik wou dat zeggen, je bent een druk man zo te horen. Ja, en toch tijd voor al die sporten ook nog. Ja. Nou word jij natuurlijk een beetje gezien als een mensenmens dan natuurlijk, hè? Het sociaal domein is voor jou. Is dan zo'n prokkeldag extra leuk? Ja, dat is wel heel leuk. We hebben vorig jaar meegewerkt. En dat was echt een hele leuke dag. We hebben de mensen meegenomen in de raadzaal. Daar hebben we wat verteld hoe zo'n gemeenteraad werkt, wat een college doet. En daarna hebben we een rondleiding gedaan door het gemeentehuis. We de burgemeester overvallen, waar wij in één keer met z'n allen zijn kamer in zijn gestormd. En die helemaal verbouwereerd was. Dus dat was ook echt heel grappig. En daarna zijn de mensen naar de buitendienst gegaan. En hebben ze bij ons onder andere op de vrachtwagen meegereden. Hebben ze met het groenvoorziening hebben ze geholpen. En dat was een hele leuke dag. Dat is echt van alles wat zo, inderdaad. Ja. Hè? Ja. En waarom doen jullie daaraan mee eigenlijk? Want ik kan me voorstellen, het is al druk genoeg en toch sta je ervoor open. Nou, ik vind als je als gemeente, ben je natuurlijk een publieke organisatie. En heb je ook een maatschappelijke functie. En ik sta daar zelf ook absoluut voor. Dat we ook mensen, bijvoorbeeld aan een stagiaires geven we heel veel kansen. Maar ook aan werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben heel veel mensen via de WVS werken bij ons. Want ik vind dat je ook als organisatie zelf daarin het goede voorbeeld moet geven. En we hebben in het nieuwe collegeprogramma ook gezegd van, nou, we geven extra aandacht aan inclusiviteit. Nou, dat past natuurlijk mensen van SNL uitnodigen en lekker eens een dag mee laten draaien. Past daar prima in? Ja, zo'n dag past daar prima in inderdaad. Ja, Luc, jij bent echt een kanjer op horecagebied, zeg maar, op gastvrijheid. Maar ik kan me voorstellen, als jij op een verjaardag vertelt wat jouw werk is, dat mensen toch een beetje fronzen. Want het is niet zo voor de hand liggend. Nee, zeker niet. Nee, het is altijd inderdaad spannend als je op je verjaardag wat gaat vertellen. En dan willen ze natuurlijk alles weten. Ja. Dan is altijd wel een beetje een bijzondere omgeving natuurlijk. Ja, daarom. Waar mensen een bepaald beeld bij hebben of juist geen beeld bij hebben. En dan allerlei verschillende vragen gaan stellen. Dus je krijgt hele leuke gesprekken op verjaardag. Ja, ja. Nou, ik weet niet of jullie benaderd zijn om mee te prokkelen, zeg maar. Zag jij meteen mogelijkheden of dacht jij, wat moet ik daar nou mee? Wij zijn inderdaad benaderd. Ja, we zijn benaderd door Sabine de Kok van SNL Zorg. En eigenlijk werden wij meteen enthousiast toen ze ons gebeld had. Omdat we eigenlijk al jaren ons breed inzetten voor maatschappelijke doelstellingen. Dus iets wat de stichting eigenlijk omarmt. Hoe doen jullie dat? Op verschillende manieren. Eigenlijk al sinds beginjaren willen we daar onze bijdrage aan leveren. Zo zetten we ons bijvoorbeeld breed in met Waarjongen.
die bij ons te werk zijn gesteld. Om eigenlijk ervoor te zorgen dat die ook gewoon een eerlijke kans krijgen op werk. Ja. En we hebben daar de juiste middelen en mensen voor om die ook goed te kunnen begeleiden. En we zien zelfs ook dat waar jongens die bij ons in de stichting zijn begonnen, dat die zelfs zijn doorgegroeid tot een volwaardig werknemer. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Zeker, ja. Dat ja. zij zo'n kans kunnen krijgen. Zeker, mooi. Ja, ja. Wat hebben ze bij jullie gedaan? Wat ik heb begrepen, een hele leuke dag. Ik was er zelf niet bij. Ik vind het wel goed om te benadrukken. Maar ik heb wel met mijn collega's natuurlijk daar uitgebreid over gesproken. En ze zijn ons ook gekomen voor een rondleiding waar ze natuurlijk alles hebben laten zien. Voor, spannend. Achter de schermen. Ja. Dus ze zijn in de aula's geweest, maar ook natuurlijk naar de crematieruimte. Alles laten zien. We hebben gevraagd bijvoorbeeld, nou, wat voor muziek vind je nou zelf leuk? En toen hebben we ook muziek afgespeeld in de aula. En een van de cliënten die bij ons zijn geweest, die hadden snollebolletjes aangegeven. Het liedje van links naar rechts natuurlijk. Dus, De Polonaise werd ook echt gelopen in de aula. Dat was natuurlijk wel super bijzonder. Ja. Dat is weer eens wat anders, ja. Niet alledaags. En daarna mochten ze de keuken in en mochten ze de lunch gaan voorbereiden voor zichzelf, maar natuurlijk ook voor onze collega's. Nou, dat vonden ze ook super spannend. Mochten ze zelf kiezen wat ze wilden gaan bereiden. En daar hebben ze ontzettend de best voor gedaan. Dus ze vonden het heel bijzonder dat er daarna in de kantine werd neergezet en dat ook iedereen dat echt ging eten. Van, ja. Oh, dat hebben wij gemaakt, super trots. Dus echt mooi. Wat een mooie dag, hè? Ja, maar dat kun je van tevoren toch ook niet zo bedenken, lijkt mij. Van, als je aan zo'n dag begint, toch? Kijk, je wilt natuurlijk kijken van... deze mensen die hebben natuurlijk een bepaald beeld. Je zegt net al van op een verjaardagen. Wij gewoon allemaal hebben ook een bepaald beeld bij een crematorium. En zij hebben dat ook. En zij kijken wel vaak op een heel eerlijke manier naar de wereld. Wel natuurlijk vanuit hun eigen beleving. En wij willen eigenlijk aan iedereen laten zien wat vandaag de dag mogelijk is. Vroeg of laat komt iedereen bij ons een keer over de vloer. Jong en oud, welgesteld of minder bedeeld. Maar ook deze doelgroep. Ja. En ook hun willen wij juist informeren over wat de mogelijkheden zijn vandaag de dag. Want er is heel veel mogelijk. Ja. Het is natuurlijk mooi om ook te luisteren wat hun behoeftes daarin zijn. En wij daar mogelijk ook nog op kunnen inspelen. En voor hun was het ook een hele bijzondere dag. Want we hebben ook Lydia en Lorenzo in de studio. Nou, wat leuk dat jullie hier zijn. Want jullie zijn bij Zoom en Zegensteden geweest, hè? Lydia, vertel eens, hoe was dat? Het was ook wel heel erg spannend. Ja. En ook wel heel erg mooi om te zien. Zo'n mooie plek ook natuurlijk, als de mensen ook willen een bloemetje willen geven. Of... Het was wel gezellig hoor, daar niet van. Was het wel gezellig, ja. Ja. En Lorenzo, hoe vond jij het om daar te zijn? Ik vond het heel erg leerzaam. Ja? Wat heb je allemaal geleerd? Hoe ze de mensen daar doen behandelen. Ja, dus het was een leuke dag voor jullie ook, hè? Ja. Ja. Mooi hoor, leuk om op terug te kijken. Vergeet je nooit meer, toch? Nee. Nee. Hey, en Rikkie, ja, jij bent van dekopleidingen. Dus weer iets heel anders natuurlijk. Ja. Jij bent accountmanager. Wat houdt jouw functie zo in? Goed. Als accountmanager ben je natuurlijk voornamelijk in contact met de klanten. Hè? In een adviserende rol, maar ook een stukje acquisitie uiteraard. Mijn dag begint eigenlijk altijd met een goede bak koffie met de collega's. Altijd goed. Ja, het moet opgestart worden natuurlijk. Ja. En een praatje en dan gaan we aan de slag. En dat is meestal rond een uurtje of 8 tot een uurtje of 5. En in de dag door maak ik afspraken met klanten, kom ik bij klanten. Een ZZP'er aan de keukentafel tot een wat grotere bedrijven. Ja, heel afwisselend dus eigenlijk. Heel afwisselend, ja. Nou is dat prokkelen, hè? Dat gaat eigenlijk ook om inclusiviteit en om de mogelijkheden van andere mensen te ontdekken. Is dat zo belangrijk voor jullie om daaraan mee te doen? Ja, ik vind het persoonlijk wel belangrijk een stukje maatschappelijk betrokken te zijn. Wij zijn vanuit jullie samengebracht met Sabine de Kok. En toen kwam zij met de vraag of wij mee wilden doen daar hieraan. Daar heb ik gelijk op gereageerd, dat moeten we doen. Mm-hmm. Voor die jongens en meisjes is dat gewoon een hele leuke ervaring. Dus zodoende zijn we gaan kijken van wat kunnen we doen om ze zo leuk mogelijk te maken.
Ja, goed, als rijopleider kan je ze natuurlijk niet zelf les laten geven. Nee. Dat wordt een beetje, dat is een beetje lastig. Wordt een beetje lastig, maar we hebben ze wel mee laten rijden op de grotere voertuigen. Ja, ze hebben spannende dingen meegemaakt bij jullie, hoorde ik wel. Zeker te weten. Ja, ze hebben mee mogen rijden op de motor. Vonden ze ook heel gaaf. Ja, de een vond het wat spannender dan de ander. En daarnaast zijn ze nog meegelopen met mijn collega. Dus meegeholpen met een stukje koffie zetten. De leerlingen, de deelnemers begeleiden. En nog een rondleiding hebben ze gehad door onze logistiek al. Dus om het al een hele leuke dag. Ja, ik was er zelf helaas ook niet bij. Nee. Omdat ik die dag afspraken had staan, vind ik jammer. Ja. Dat was niet maar anders. Dat kan. Maar je hoort het van je collega's sowieso terug. Ja, tuurlijk. Maar dit jaar kunnen we wellicht ook gewoon weer meedoen als ze weer willen komen. Of tuurlijk, anderen. Dan gaan we ervoor zorgen dat we er natuurlijk wel. Ja, het kan al. Ja, natuurlijk. Ja, ja, dat, dan moet je alvast in je agenda schrijven. Want jij hoort dat dan van je collega's. Hè? Ja. En hoe praten zij daarover dan? Nou ja, goed. Ook zij vinden het natuurlijk ook mooi dat we iets kunnen betekenen voor die jongens en meisjes. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk voor ons een klein iets. Dat zeg jij nou. Maar dat vind ik helemaal niet zo vanzelfsprekend, toch? Ja. Nee, een klein iets is misschien dan weer een verkeerd woord daarin. Maar ja, goed, het is niet dat we zeggen, zeg maar, heel erg veel daarnaar moeten veranderen. Nee, toch niet. Mijn collega, die instructeur is, die heeft wel in zijn pauze die rondjes gedaan natuurlijk. Ja. Die vond het ook gewoon heel leuk om te doen. Ja. Wij hebben dat gevraagd en hij stemde daar ook gelijk mee in. Ja. Dus, had jij dat ook, Lars, bij jouw collega's? Dat ze daarop terugkomen en zeggen van nou, wat een dag. Ja, dat is zeker. En er waren ook ontzettend leuke foto's gemaakt. Het was echt aandoenlijk. Dus dat was prima. En er werd ook gewoon heel positief op teruggekeken. Ja. En we hebben ook het verzoek ook gehad over dit jaar weer willen meewerken. En dat hebben we ook toegezegd. Dat staat alweer genoteerd. Ja, hoor, dat gaan we weer doen. Zou je nog andere gemeentes, zeg maar, hè, willen stimuleren of prikkelen eigenlijk? Dat wil ik zeker wel. Kijk, alle gemeentes gaan tegenwoordig ook voor inclusiviteit. En een gemeente is natuurlijk ook gewoon een hele grote werkgever. En ook een interessante werkgever. Want er gebeurt natuurlijk van alles bij zo'n gemeente. Het is van heel fysiek werk, zoals in een buitendienst, tot heel geavanceerd werk bij bijvoorbeeld veiligheid en bij ICT. Dus je hebt een heel breed scala werkzaamheden kan je bieden. En de meeste gemeenten zijn ook gewoon grote werkgevers binnen een gemeente. Dus ja, die prima dat die ook gewoon laten zien aan de mensen van SNL. Van joh, dit gebeurt er allemaal. Ja, SNL en andere organisaties natuurlijk. Ze komen zeker. Ja. Dus ik zou dat alleen maar willen aanmoedigen. Ja, hartstikke goed. Ja, nou, misschien dat jullie een goed voorbeeld kunnen zijn, hè, voor de rest. Nou ja, dat zijn we al geweest. En we hebben toen ook heel veel via social media gedeeld en naar buiten toegebracht. En dat zullen we nog een keer doen. Dus, en ik wil het ook best eens een keer meenemen, hoor, in een bepaalde portefeuillehoudersoverleg. Hè. Dat zijn als overleggen met andere wethouders. Ja. Mm-hmm. Dat ik het nog eens even onder de aandacht breng. Ja. Dus zeker. En hebben jullie daar dan ook reactie op gekregen door die post op social media? Ja, daar krijg je wel reacties op. Daar krijg je toch heel over het algemeen echt positieve reacties op. Van goed dat de gemeente dit doet en goed dat de gemeente dat zich ook laat zien. En terwijl ook op veel dingen die we posten krijg je ook een hoop negativiteit. Maar dit in ieder geval is eigenlijk alleen maar positiviteit. Dus mooi om te horen. Ja. Ja. En Luc, jij zei net, hè, van wij doen meer maatschappelijke dingen. Mensen, waarjongers en zo, die zijn ook doorgegroeid. Was dat bij jullie zelf of bij andere organisaties? Nee, bij ons in de stichting is dat geweest. Dus deze waarjongers zijn bij ons gestart inderdaad. En zijn gedurende die periode eigenlijk begeleid. Altijd iemand horen buitenaf en natuurlijk iemand in de organisatie. En het is natuurlijk fantastisch om dan te zien dat er een aantal daarvan zich kunnen doorontwikkelen. Dus dat is super mooi om daar onze bijdrage aan te kunnen leveren. Ja. Dus dat doen we zeker met passie eigenlijk. Ja, bijna alle verschillende afdelingen hebben we wel een aantal waarjongers. Ja, want jullie hebben natuurlijk ook verschillende afdelingen inderdaad. Zeker en vast. Ja, we beheren natuurlijk een aantal crematoria. Crematorium Zoomstede, Berg op Zoom, Zegensteen in Roosendaal en afscheidslocatie De Vierjarigertijden. We zetten ons dagelijks natuurlijk in voor het verzorgen, faciliteren van een uitvaart op maat. Naar wens eigenlijk van de overledenen of hun nabestaanden. En dat doen we met een team van professionals. En dat niet alleen horeca, maar dan dragen we natuurlijk allemaal een steentje aan bij. Ja. Van de gastdames en administratie tot aan de collega's van de asbestemming als uiteindelijk de asbus eigenlijk wordt opgehaald. Ja.
Rikkie, zou jij andere bedrijven nog op willen roepen om aan mee te doen, zeg maar, aan zo'n prokkelstage of wat het hun oplevert? Ja, nou ja, goed. Ik zou iedereen het aanraden, ook al ben je in een winkel. Ik denk dat voor die jongens en meisjes een hele leuke ervaring is. En het maakt ook helemaal niet zoveel uit wat ze doen. Nee. Het gaat voor hun natuurlijk om een stukje belevenis en een stukje ervaring. Kijk, wij hebben natuurlijk nu de rijopleidingen gedaan met de jongens en meisjes. En ja, ik zou naast de rijopleidingen verzorgen we natuurlijk ook heel veel logistieke opleidingen en veiligheidsopleidingen. Nou ja, goed, allicht dat we misschien dit jaar kunnen zeggen van joh, we nemen eens een keer mee in de veiligheidsopleidingen en training. Ja. En ik denk dat er bij zo heel veel bedrijven genoeg mogelijkheden liggen binnen Bergen op Zoom. Ja, want zo'n motorritje is natuurlijk best wel spannend. Ja, zeker. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee. En En nou waren het er ook maar twee. Zou je naar bijvoorbeeld naar andere trainingen kunnen kijken die we zorgen, kunnen er misschien ook een keer een wat grotere groep meelopen. Mee, ja. Ik weet niet in hoe het normaal in zijn werking gaat. Maar, je hebt er altijd wel over te praten. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Lydia en Lorenzo, stel dat jullie nou nog eens een keer mogen prokkelen. Waar wil je dan graag naartoe? Weet je dat? Heb je daar al een idee van? Want je zou best nog wel graag een keer naar crematorium willen, maar misschien ook naar iets anders? Ooit was ik in de logistiek. In de logistiek ook, ja. Ja. Daar zou je de volgende keer wel naartoe willen. Ja. Ja. En Lydia ook? Heb jij een droom? Waar zou je nou graag eens naartoe willen? In Berg op Zoom, zeg maar. Dat is een Jamin-winkel. Zou ik ook wel eens een keer willen kijken. Ja, dat is ook heel leuk daar. Ja. Snoepjes, ja. Of op een school met kinderen of zo kan ook. Ja, nog, dat heb ik ook wel eens gedaan. Toen met Sabine Kok zijn we naar het Rijks geweest. Naar het Rijks? Oh, dat zijn zelfs al gelijk meteen die grote kinderen alweer. Niet eens die kleintjes. Ja. Het is ook best wel leuk als je dat één keertje kan kijken natuurlijk. En ook meemaken. Ja. En meedoen ook, hè, vooral, toch? Ja. Hartstikke goed. Dat is best ook wel heel erg leuk. En ik ben ook wel blij dat het weer terugkomt. Ja, het is eventjes weg geweest natuurlijk. Ja, ja. Gelukkig hoeven we weer aanmelden. Ja, nou, daar kijken jullie nu alweer naar uit inderdaad. Ja, ja, prokkelen, ja, het is natuurlijk, we zien ook natuurlijk gewoon de mogelijkheden van deze mensen dan, hè, die we normaal misschien niet eens zien. Nee, en dat is absoluut waar. Hè. De mensen hebben natuurlijk ook heel veel mogelijkheden. Dus heel veel wat ze wel kunnen, zeggen we altijd. Maar het is ook, als je meedoet, het verrijkt ook jezelf en je eigen organisatie. Ja. Het is niet alleen van, oh gosh, kijk eens, dit doen we. Nee. Maar het is ook een stuk verrij je eigen mensen. Van, joh, er is meer op de wereld dan ons eigen vakje waarin wij werken. Zeker zo. En dat is het mooie ervan. Dus ik kan alleen maar oproepen van, joh, doe eraan mee en bied die mogelijkheid aan. Ja. En je kunt er gewoon heel flexibel afspraken over maken. Wij hebben vorige keer bijvoorbeeld een halve dag gedraaid. Alleen bij ons was de groep bijvoorbeeld veel groter. Wij hadden een mannetje of 10 of zo. Oh. Ja, maar toen hadden we gewoon een halve dag. En zoiets is. Dat moet toch voor iedere organisatie in te regelen. Dat lijkt mij ook. Dus inderdaad. Ik wil ook alle leden van Samen in de Regio oproepen. Kom op, doe mee. Ja. Niet voor niks lid ervan. Hè. Nee, dat is ook zo. Genoeg leden dus. Ja, zeker. Ja. Maar wat je zegt is ook heel waar, hoor. Het is ook voor jezelf natuurlijk. Het is er niet alleen voor hun. Maar het geeft voor jezelf ook voldoening natuurlijk. Dat je zoiets... Nou, dankjewel dat jullie dit hebben gedeeld met ons en dat jullie het voorbeeld zijn. Hè, van, er zijn er natuurlijk nog veel meer, maar jullie zijn hier nou aan tafel vandaag. Dus elk jaar dan regelt de Stichting Prokkel een hele Prokkelweek. Dat is dit jaar van 5 tot en met 10 juni. Maar eigenlijk kan prokkelen altijd, volgens mij. Dat hoeft niet per se in die ene week. Die ene week is speciaal om aandacht te vragen voor het prokkelen. Maar dat hoeft niet per se in die ene week natuurlijk. Ja, en ook Lydia en Lorenzo, ik wil jullie natuurlijk ook hartstikke bedanken dat jullie hier waren. We vonden het heel leuk dat jullie hier waren. Heel stoer ook van jullie om hier te zijn en dat we jullie verhalen mochten horen. Wie weet zien we elkaar volgende keer weer. Kom je hier prokkelen? Dat kan ook, hè? Ja. Nogmaals dank en ik dank u thuis ook voor het kijken. En graag tot de volgende keer.